Er wordt op dit moment Draghi verweten dat hij met zijn verruimingsbeleid op de stoel van de politiek is gaan zitten. Maar in feite bewijst het beleid van Draghi dat er op de stoel van de politiek in de Europese Unie op dit moment niemand zit die in staat is om de Europese economie los te trekken. De kritiek op Draghi op dit moment komt vanuit het Nederlands en Duitse parlement met name. In Nederland is dat het geval omdat wij hele grote pensioenfondsen hebben. En die zijn natuurlijk voor een dekkingsgraad afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, dan moeten ze heel veel vermogen creëren. Dan moeten ze dus de premies verhogen als de rente laag is, of ze moeten de uitkeringen verlagen. Het beleid van Draghi leidt ertoe dat die rente laag wordt en nog lager wordt dan die op dit moment al is, als dit zo doorgaat. En dus betekent dat in feite dat dus inderdaad die premies verhoogd worden en de uitkeringen of de uitkeringen verlaagd. En dat zal de bestedingen natuurlijk nog meer drukken in Nederland. En dus het beleid van Draghi lijkt contraproductief, maar wat in feite contraproductief is, is het beleid in Nederland ten aanzien van de dekkingsgraad. Dus doordat wij die dekkingsgraad af laten hangen van de feitelijke rente, wordt in Nederland, als Draghi zijn beleid doorvoert, in feite nog meer gespaard dan we al sparen. Dus het is echt tegen de bedoeling van Draghi in feite. En in Duitsland speelt net zoiets. Daar wordt ook ontzettend veel gespaard. Niet voor pensioenfondsen in dit geval, maar meer vrijwillige besparingen. En daar heeft dus het beleid van Draghi ook rente op de, of invloed op de rente die de spaarders krijgen. Hans-Werner Sien, econoom, bekend econoom in Duitsland, heeft uitgerekend dat het beleid van Draghi op dit moment al 300 miljard euro aan de Duitse spaarders heeft gekost. Een gigantisch bedrag natuurlijk. Het gevolg dus van het beleid van Draghi. Draghi zelf zegt overigens dat het niet zijn schuld is dat de rente zo laag is, maar dat juist komt door die enorme besparingen, de grote spaarberg, zeg maar, die er op dit moment in Duitsland en Nederland aanwezig is. En die spaarberg wordt alleen maar groter, want ieder jaar weer produceren wij meer dan we consumeren. Dus we sparen ontzettend veel. En die besparingen, ja, die worden dan natuurlijk belegd in landen waar men minder bespaart of waar men leent. Dat zijn toevallig de Zuid-Europese landen, Griekenland, Italië, Portugal. Dus die lenen ons geld. En door het feit dat wij zoveel sparen, wordt inderdaad de rente lager. En dat doet Draghi dan nog een klein stukje bovenop. Kijk, wat Draghi dus wil, is de deflatie voorkomen. En die deflatie kun je voorkomen door de bestedingen te stimuleren. En bestedingsstimuleringsbeleid is eigenlijk beleid van de overheid of van de overheden. Ja, dus je zou eigenlijk zeggen, idealiter, dat binnen de Europese Unie zou er een soort overheid moeten zijn, laten we zeggen de Europese Commissie, die dat beleid dan ook initieert. Maar dat beleid is er niet. Integendeel, de Europese Commissie, of de Europese Unie, met zijn begrotingsregels zorgt er juist voor dat de overheden te weinig besteden op dit moment. Ja, dus de rijke landen in Europa mogen ook geen te hoog tekort hebben, terwijl dat juist hetgeen is wat op dit moment nodig is. Er moet een hoog tekort komen. En als dat hoge tekort komt, dan is dat ten gunste van alle landen in Europa, ook ten gunste van de Zuid-Europese landen. Geldt dat ook voor Nederland en Duitsland? Ja, zeker. Dat geldt zeker voor Nederland, zeker voor Duitsland. Nederland en Duitsland hebben een hele laag tekort, overheidstekort. Dus die zouden beter die ruimte kunnen gebruiken om te gaan stimuleren, te gaan besteden. Maar dat wilden ze niet, want ze wilden niet tegen die grens aan zitten. En het geldt ook voor andere landen trouwens. Oostenrijk, Finland, dat zijn allemaal landen die makkelijk hun tekort kunnen opvoeren op dit moment. En die grenzen worden bepaald door het verdrag van Maastricht? En die grenzen worden bepaald door het verdrag van Maastricht. Die grenzen zijn goed in normale tijden, zoals voor de financiële crisis. Toen werden die normen niet gehandhaafd, dat is het vreemde. Maar die zijn juist slecht in slechte tijden, zoals nu. Dan moet je daar een beetje flexibel mee zijn. Maar juist nu worden ze wel gehandhaafd. En hoe komen we dan uit deze crisis? We komen dus uit deze crisis als binnen Europa de rijke landen een stimuleringsbeleid voeren op een gecoördineerde manier. Wat mij betreft op een of andere manier gecoördineerd door de Europese Commissie of door de Raad van Ministers. Maar niet dat ieder land op zijn eigen houtje maar gaat beslissen dat hij een bezuinigingsbeleid voert op grond van de Europese regels. Dat betekent wel meer integratie. Dat zou eigenlijk moeten betekenen meer integratie, meer centraal begrotingsbeleid. In ieder geval meer coördinatie van begrotingsbeleid. Zodat we met z'n allen, met alle rijke landen samen, inderdaad zo'n soort stimuleringsbeleid kunnen voeren.